Hey, tof dat je kijkt naar deze nieuwe voedingsvlog. Mijn naam is Anthony en vandaag ga ik laten zien wat ik de hele dag ga eten. En nee, niet precies dezelfde voeding als vorige video, want toen had ik een voedingsschema die ik volgde en dat ga ik dus vandaag niet doen. Dus ik ga het gewoon doen met MyFitnessPal, een app om je calorieën bij te houden. En ik heb net even de macro's en de calorieën gecheckt. Ik ga 4000 calorieën eten om te bulken. En dat verdeel je natuurlijk met eiwitten, koolhydraten en vetten. De percentage die ik ga volgen, 20% eiwitten. En dan heb ik 60% koolhydraten en ook 20% vetten. En dan zie je nu hoeveel grammen van elk ik neem. 200 gram eiwitten, 600 gram koolhydraten en 89 gram vetten. En daar zit dan een heel rekensommetje achter. Gaan we niet behandelen, want het is voor de meeste mensen te ingewikkeld en te saai. Dus ik ga gewoon laten zien wat ik ga eten om die nummers te halen. Voor mijn allereerste maaltijd neem ik een protein granola met een banaantje. En dan heb ik natuurlijk mijn eiwitten, maar vooral koolhydraten. Want 600 gram haal je natuurlijk niet heel makkelijk. De protein granola. Oké, de eerste maaltijd is 746 calorieën, dus best wel calorierijk. 32 gram eiwitten, 115 gram koolhydraten en 16 gram vetten. Ik ga nu nog even wat werk doen. Vanochtend even personal training gedaan. Nu even een pakketje wegbrengen en nog wat mails beantwoorden. En dan door naar maaltijd nummer 2. Maaltijd nummer 2, hier ook weer koolhydraten. Ik ga voor 4 sneetjes brood. Ik weet uit mijn hoofd dat het ongeveer 70 calorieën per sneetje is. Dus 280 calorieën. En dan natuurlijk even afwegen hoeveel pindakaas en cashewboter ik neem. Ik vind het lekker om allebei te pakken, want... Ik vind pindakaas minder lekker dan cashewboter. Maar cashewboter heeft weer een iets mindere voedingswaarde dan pindakaas. Pindakaas heeft heel veel eiwitten. Nee! Ik neem nu deze hele pak rijstwafels, 120 gram. En dat geeft me iets meer dan 450 calorieën. Ik doe er nu niks op. Normaal doe ik er wel eens pindakaas of wat dan ook op. Maar ja, ik moet uitkijken met mijn vetten. Dus kale rijstwafels. Voor maaltijd nummer 4 moet ik nog even een paar dingen in huis halen. Dus laten we naar de supermarkt gaan. Een dikke shake, anderhalve schep whey en dus 150 gram havermout. Ik kan toch beter van salted caramel kunnen gaan, want ik ben nog een beetje vol van die vorige maaltijd. Best wel alles gepropt in een korte tijd, want ja, ik ging weer vanaf de middag eten. Niet zo slim met het bulken, maar ja, ik kan het. Oeh, even hiervan genieten en dan laat ik de macro's zien. Na maaltijd nummer 4 zit ik op 2665 calorieën, dus goed over de helft. Ik zit op 124 gram eiwitten, 395 gram koolhydraten en 65 gram vetten. Dus met het avondeten nog wat koolhydraten en nog wat fruit en dan zit ik zeker op mijn koolhydraten goal. Mijn eiwitten wil ik minimaal 180 gram, want dat is 2 keer mijn lichaamsgewicht. Daar kom ik zeker wel aan. En vetten vind ik altijd makkelijk, een beetje walnoten erin proppen. Pijnboompitten vind ik ook erg lekker. Laten we zien of ik het vandaag met 6 maaltijden kan doen. Dus met het avondeten en nog een goede late night before bedtime snack. Hey, hebben we daar mijn privé kok? De privé kok. Ja.
Het is tijd voor de laatste maaltijd en hier heb ik dus nog veel ruimte voor koolhydraten. En daarom ga ik voor fruit. Dus ik heb hier een fruitsalade. En dat is nog niet alles. Let's check. En hier heb ik diepvries mango. En dan heb ik, nadat ik een heel pak rijstwafels al heb opgegeten, nog meer koolhydraten of nog meer rijstwafels. En dat is deze met chocoladesmaak. 250 gram diepvries mango, een fruitsalade met kiwi, aardbei, appel en meloen. En nog drie van die Snack Jack chocolade rijstwafels. Maar dit zet me bijna precies op die 4000. Na deze maaltijd zit ik op 3999 calorieën. Dus ik had nog 1 calorie nodig en dan zou ik gaan groeien. Nee, geintje. Ik ga nog steeds groeien. En ik zit op 193 gram eiwit. Dus 7 onder de 200. Maar ik weeg 90 kilo. 2 keer 90 kilo is 180. Dus mijn minimum is 180. Dus ik zit nog steeds goed. Koolhydraten 593. Dus ook 7 onder dat doel wat ik had. En met mijn vetten zit ik er iets boven. En dat is 2 gram erboven. Want ik zou voor 89 gaan. En ik zit op 91 gram. Dus dat was deze full day of eating. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Want vaak vinden jullie dit een leuke video. En ik vraag dan ook altijd. Full day of eating supporters. Laat je even horen met een like. Dan weet ik dat ik nog steeds vaak deze video moet maken. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan even. Om op de hoogte te blijven van al mijn nieuwste video's. En ja, die calorie challenge komt er echt aan. Denk volgende week opnemen. Dat was deze video. En ik zie je in de volgende. Later.